Waarom domineert Max? Beste ontwikkeling. En hij is momenteel is hij de beste coureur. Hij is de nieuwe Senna. Misschien Schumacher zo op dat niveau. De Formule 1 is ook dit weekend weer in Zandvoort en vandaar dat de Max Mania al vandaag begint. De eerste fans staan er al om de teamtrucks te verwelkomen. Hallo meneer met het Red Bull shirtje. Hallo. Hey, waarom staat u hier nu al? Het is maandag, hè? Het begint pas dit weekend. Ja, maar je moet je goed voorbereiden. Waarop staan wij nu te wachten? Want dit weekend begint het pas, hè Bas? Vrachtwagens. Gewoon vrachtwagens. Maar als die vrachtwagens dan voorbij komen, wat ga je dan doen? Filmen, livestream, net zoals ik nu aan het doen ben. En delen met... Ook heel hard roepen, wow! Nee, dat doe ik niet. Dat laat ik aan jou over, ja? Waarom is dit nou zo leuk om hier nu al te zitten op het moment dat het pas dit weekend begint? Ik vind het puur promotie voor Zandvoort, pure Nederland promotie. Het is natuurlijk heel erg historisch. Dat... Max Verstappen komt uit Limburg, hè? Ja, die komt uit Limburg. Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Maar het is gewoon historisch. Het is een heel mooi moment voor ons kleine kikkerlandje dat zo'n groot festival hier mag plaatsvinden. Ja, dat is toch gewoon geweldig. Wat vind jij nou zo leuk aan Max? Hij is ongelooflijk volwassen op een jonge leeftijd. En hij zet iedereen te kijken. Ik vind het geweldig dat hij altijd zegt wat hij denkt. Ja, en hij is gewoon echt een soort van... Mensen worden wel eens boos als ik het zeg, maar ik meen het echt. Hij is de nieuwe Senna. Misschien Schumacher zo op dat niveau. Waarom domineert Max? Beste ontwikkeling. En hij is momenteel is hij de beste coureur. Maar ik denk dat ze gewoon die auto door het seizoen heen het beste ontwikkelen. Je ziet Ferrari begon als beste en zakt wat af. Red Bull komt alleen maar omhoog. Vindt u Max ook een beetje een hottie? Nou, mijn dochter vindt het erg leuk. We hebben hem ontmoet. En, het is een hele leuke, vlotte jongen. Hij kwam zichzelf netjes voorstellen. Dat was wel heel erg leuk. Alsof we nog niet wisten wie het was. Het is gewoon een leuke knul. Ja. Waarom vind je Max nou zo leuk? Nee, ik ben voor Norris. Oh, sorry. Dat maakt niet uit. Waarom ben je niet voor Max? Omdat ik gewoon echt... Norris is gewoon echt alles voor mij. Ik ben altijd over Norris geweest. Ik hoop dan dat jouw vriend wint. Nou, dank u wel. Ik zal het alleen niet te hard zeggen hier. Oké, is goed. Hey, dit weekend heeft Max natuurlijk weer met 24 vingers in zijn neus de boel gewonnen. Ja. Is toch geen klappen aan meer? Dit weekend gaat dan toch helemaal niet leuk worden? Ja, nou, het gaat sowieso fantastisch worden. En wat Max doet is, ik zeg altijd, is een beetje de kers op de taart. Dus je hebt een geweldig weekend en als je dan wint op een ongelofelijke manier, dan maakt het af, zeg maar. Dus het is sowieso leuk. Hey, jij gaat dus dit weekend, sta je hier? Ja, het hele weekend. Gaan jullie dit weekend kijken? Nee, wij gaan zelfs vluchten. Dan? Als inwoner van Zandvoort wil je niet wezen. Maar moet je je huis dan niet gewoon lekker voor een week volle bak in de huur zetten? Is al verhuurd. Is al verhuurd. Voor hoeveel? Moet ik het heel eerlijk zeggen? Kun je een leuke vakantie verhouden. Dag jongeman. Jij bent lekker aan het juichen voor het verkeerde team. Nee. We hadden afgesproken dat je het een beetje stil zou houden, hè? Oh ja, oké. Okay. Go Max. Ja. Max, jee, ik hoop dat je verliest. Ja. Hallo, nog geen subscriber? Wel even doen, hè?